december vorig jaar een vereniging geworden met 45 leden. En we zijn aan het onderzoeken geweest of we deze panden misschien zelf zouden over kunnen nemen van de corporatie Mitros en dan zelf renoveren. Ja. Die plannen zijn helaas spaak gelopen. Oh. Dus onder het motto buur zoekt land zijn wij op zoek naar een nieuwe locatie waar we met z'n allen dit voort kunnen zetten. Want eigenlijk willen we wel gewoon zo blijven wonen de komende 10, 15 jaar. Zo. Het is wel heel erg leuk. Maar dan wel in panden die iets minder gehoorig zijn. Precies. Met iets betere kozijnen. Ja. Maar waar liep het op spaak en de plannen? En Mitros heeft besloten om deze ondergrond hier voorlopig nog in eigen bezit te houden. Ja. We zijn aan de gang geweest met een architect. Ja. En we hebben bekeken wat er mogelijk is met de panden. Hoe ze zo duurzaam mogelijk gerenoveerd kunnen worden. Ja. Maar Mitros wil voorlopig niet verkopen. Okay. Dus wij zijn nu op zoek naar een andere locatie. Als Mitros ligt, gaan we op deze locatie niet verder. Ja. De tijdelijke verhuur gaat via de SSH, de studentenhuisvesten. Ja. Dus als iemand van ons vertrekt, dan komt daar een student voor terug. Nee. En dat is natuurlijk niet per se iemand die iets heeft met de sfeer hier of die daarin wil investeren. En we willen graag deze groep bij elkaar houden. Dus we zijn aan het bekijken wat er nog mogelijk is binnen de constructie die Mitros voor ogen heeft. We zijn nog wel in gesprek over wat er eventueel mogelijk is, maar we zijn ook verder om ons heen aan het kijken of er andere locaties. Er is al eigenlijk 10 jaar geleden geroepen, we gaan slopen en nieuw bouwen. Wat er nu, vervolgens was het gewoon niet meer verantwoord om als woningcorporatie daar grote risico's in te lopen. Wat er gebeurd is op dit blokje, die woningen die je ziet en deze erbij. Hier was een plan om te bouwen, nog iets meer dan dit, zelfs tot aan die bomen. En in plaats van dat de corporatie nu zelf bouwt, heeft deze locatie aangeboden aan een groep kopers die zelf wil gaan bouwen. Dus dan wordt het gesloopt door Mitros, maar wordt door een groep kopers gebouwd. En het is eigenlijk natuurlijk een beetje dezelfde gedachte als zij daar. Ja. Maar dit zijn wel mensen die dan gewoon een commerciële prijs ook kunnen neerleggen voor die woning. En een meer traditionele woning bouwen en niet heel ingewikkeld nog proberen een hele oude woning te renoveren. Maar dan zie je dat er aan de andere kant ook best wordt nagedacht van ja, hoe kan je toch zorgen dat als het dan zo stilstaat, dat mensen zelf hun eigen droom waar kunnen maken. En zeker dat uiteindelijk die grond relatief goedkoop verkocht is, maar er ook weinig risico voor mee te zitten. Er is een groep mee bezig plannen uit te werken en als het goed is wordt hier in het loop van volgend jaar gebouwd. De huidige huurders, waar gaan die heen? Net als in dat gebied zijn het allemaal tijdelijke huurders die hier gekomen zijn op basis van dat ze hier tijdelijk mochten wonen omdat het gesloopt zou worden. En die lopen ook een beetje tegen het eind van hun tijdelijke periode aan. Dus die zouden toch uit moeten. Het aardige van die twee verhalen vind ik van, je ziet, er wordt best meegedacht, maar zo'n spontane ontwikkeling kan dan niet zomaar die plek krijgen. Of ook omdat ze dat niet zomaar gefinancierd krijgen. Deze golven staan met loodsen en een deel daarvan is afgebroken en een deel staat nog overeind. Een deel is ook monumentaal verklaard. Dit is eigenlijk het terrein waar, het is van de NS, niet van de gemeente, waar al heel lang over gedupt wordt van wat kan je hier nou doen. En er zijn hele grote plannen gemaakt om eigenlijk het hele gebied te bebouwen met woningen en dan ook met tunnels onder het spoor door, zodat je ook vanaf de andere kant hierbij kan komen. Maar die plannen die waren heel groot en heel duur en zijn in de crisis eigenlijk gewoon allemaal ten onder gegaan. In de tussentijd bleef dit een gebied waar de bedrijvigheid zoals die er was wegtrok. Er zijn allerlei wat kantoortjes gekomen, ook kunstenaars die hebben gezeten. Wat je ziet daar, Villa Concordia, is een wat groter gebouw. Wat allemaal, dat is een soort bedrijfsverzamelgebouw met mensen allemaal in de culturele sector. Er zit een soort theater hier nog in een van die panden hierachter en oefenruimtes. En een deel is gewoon eigenlijk nog helemaal heel slecht gebruikt. Er zou nog veel meer kunnen gebeuren. En het is natuurlijk een hartstikke mooi gebied, zo vlak bij de Amsterdamse Straatweg. Daar wonen hier veel mensen, er zijn veel winkels en alles in de buurt. Het is op zich een hartstikke leuke plek om te zitten. Maar de NS moet dan wel die ruimte daarvoor geven. En zolang ze die plan had, hebben ze daar vaak maar heel mondjesmaat ruimte voor gegeven. En het interessante is dat de NS de laatste 2 jaar op een wat ander spoor is gaan zitten. Ze hebben opdracht gegeven om te kijken hoe kun je dit gebied nou meer stapje voor stapje wat meer organisch ontwikkelen. En daar zijn, dat lijkt nou meer de weg in plaats van in één keer groot alles tegelijkertijd in stapjes doen. Waarbij er dan ook ruimte komt voor verschillende functies naast elkaar. Want
Dus behalve wonen ook werkfuncties en misschien ook recreatie, van alles zou hier dan even ook heel bang van. Als hier heel veel gebouwd wordt, dan betekent weer veel meer drukte, parkeerdruk en verkeer en alles. Ja. En hoe moet dat dan gaan? Kleine straatjes. Ja. En dan kan je bedenken dat dat een probleem kan zijn, want je kan niet zomaar allemaal met de auto eruit. Maar misschien moet je juist denken aan functies waarbij de auto niet zo heel hard nodig is. En is het ook heel leuk als je wat grotere loodsen hebt die als werkruimtes gebruikt kunnen worden, zoals nu feitelijk al gebeurt. Dus hier liggen, hier lagen al langere tijd kansen, maar het lijkt erop dat dit langzamerhand ook echt tot ontwikkeling is geworden. Dat is een ander kantoorgebouw. Je ziet dat het eigenlijk niet meer echt een functie heeft van een echt industrieel gebied. En nou heeft de gemeente een bestemmingsplan gemaakt waarin het open wordt gelaten. Er mag van alles gebeuren, maar niet wonen. En waarbij ook allerlei partijen er ook uitgenodigd worden om zelf, onder andere in de strook die je straks ziet langs het spoor hier, dat is allemaal nog vrij liggend, want het was oorspronkelijk het idee om daar de spoorlaan te maken, de weg vanaf de A2 naar de ring hier toe. Maar dat is niet doorgegaan, dus ligt er een stuk grondbraak en er worden mensen nadrukkelijk uitgenodigd om daar met initiatief te komen. Er is een prijsvraag uitgeschreven en ik weet niet wat de huidige status is, maar het idee dat mensen daar zelf hun eigen bebouwing kunnen maken. En dat kan tijdelijke bebouwing zijn met containers, maar ook gewoon een definitief gebouw. En dat je een soort etalage krijgt van allerlei bijzondere gebouwtjes die dan hier langs komen. Dat je al die lege plekken die je ziet, die zijn dus nadrukkelijk uitgegeven door de gemeente. Zegt van kom maar met een plan hier, dan kan je wat doen. En ook een aantal grotere loodsen zijn te koop aangeboden voor partijen die dat willen. En de allergrootste daarvan is de Werksportkathedraal. Daar zijn ondernemers begonnen en die willen in die hele grote hal ook allemaal kleinere units maken waar mensen zelf in hun eigen bedrijf kunnen zitten. Een beetje vergelijkbaar met NDSM-werf in Amsterdam. Units die erin gaan. Er zitten inderdaad daarnaast ook al ruimtes die nou tijdelijk gebruikt worden. Maar je zit hier eigenlijk op een heel bijzondere plek, want het ligt hier achter een haventje. Dan zit je zo aan het Amsterdam Rijnkanaal. Ik hoor als verhalen van mensen die hier dan nu al tijdelijk zitten, dat ze aan het eind van de dag daar aan het ondergaan, de zon over het water. Hier zit dus natuurlijk een heel bijzondere plek. En zeker als in dit hele industriegebied veel meer andere functies komen, ook meer culturele ondernemers, kunstenaars komen te zitten, dan kan dit een heel ander gebied worden en kan dit ook een hele eigen functie ik hier. Ik heb zes petten op vandaag. Wie zijn wij? Erik, die meneer daar die daar aan het opbouwen is, is er 2 jaar geleden het zogenaamde Cartesius Museum ontstaan. En het Cartesius Museum heeft als doel om dit gebied, en dat is dus overal, het hele Cartesius gebied, om dat bottom-up te gaan transformeren. En daar kan iedereen zich bij aansluiten die daar zin in heeft. Elke eerste maandag van de maand zitten wij bij elkaar. En daar, de ene keer zitten we daar met 10 man en dan we hebben er ook wel eens met 50 man gezeten. Ja. En iedereen die iets wil in dit gebied, iets wil ondernemen, iets kan bijdragen, die is daar van harte welkom en uitgenodigd om erbij aan te schuiven. Met name de creatieve vlak. Ja, dus er zitten veel theatermakers. En dat heeft allemaal dwarsverbanden en dat is het leuke van de nieuwe economie waar het op de tour over gaat. Toch allemaal veel zelfstandige ondernemers, kleine ondernemers die dan dwarsverbanden met elkaar zoeken en te kijken waar je elkaar kan versterken. Dus, en ook gesprekken met de eigenaar van hoe kan je dat evenementengedeelte oppakken. En dan we hebben met twee man, twee vrouwen die uit die groep komen van jullie hebben een beetje verstand van evenementen. Gaan jullie het maar doen? Dit jaar met name culturele producties op de planning staan. Omdat het fijn is dat het in de avonduren is. Dus dan kunnen overdag de werklui aan de gang en dan kunnen we 's avonds productie draaien. En een voorbeeld is dat in juli wordt hier de eerste voorstelling van Faust via de Stad Schouwburg opgevoerd. Okay, dus dat is de eerste die zeker is. Ja. We merken nu al dat zonder dat we nog iets ergens hebben gezet, dat je hier iets kan doen, dat alle mogelijke initiatieven en partijen dat wel al weten te vinden. Dus kennelijk zit Utrecht te wachten op een plek zoals dit. En het is nu aan ons om te kijken hoe we dat met die eigenaar op een goede manier kunnen gaan